Het is ongelooflijk maar waar, Bert Huisjes mag vanwege zijn wangedrag geen hoofdredacteur meer zijn bij Omroep WNL, maar de top van de omroep probeert hem nu terug te laten keren als omroepdirecteur. Een andere titel, maar de gezagsverhouding blijft natuurlijk gewoon hetzelfde. En de redactie heeft totaal geen zin meer in de omroepruut. Er is crisisoverleg bij WNL en de positie van Bert schijnt nu te worden heroverwogen, al is dat volgens RTL Boulevard vooral voor de bune. Erin Bade, de belangrijkste entertainmentverslaggever van de showrubriek, is het nu zat. Bert moet gewoon weg, toch, zegt hij stellig, zo gaat het nog weken door. Vivienne van den Assem brengt er vervolgens nuance in. Als er een passende oplossing komt voor alle partijen, dan zou het goed kunnen uitpakken. Erin is wat minder genuanceerd over deze kwestie. Ik vind het rommelig. Ik hoorde ook dat de redactie heel erg emotioneel was en dat ze het hier echt niet mee eens zijn. Luc Hikking, als ze er samen uitkomen. Vivienne, die zelf bijschabbelt bij Omroep Pauwnet, daar gaat het om. Dat is het belangrijkst. Communicatie. Sandra Schuurhoff zit bij Shownieuws meer op de lijn van Aaron. Ze wijst op het crisisoverleg bij WNL. Toen was toch wel echt duidelijk dat niemand wilde dat hij terug zou komen. Het klopt natuurlijk van geen kanten. De redactie zegt op verschillende manieren en in allerlei kleuren te hebben aangegeven, we voelen ons geïntimideerd. Er is van alles misgegaan: zwangerschapsdiscriminatie, noem maar op. En deze man, die even het toneel moest ruimen en thuis moest zitten, komt niet terug als hoofdredacteur, maar als bestuurder. En dat geeft hem natuurlijk nog steeds die heel machtige positie. Het is niet eerst besproken met de redactie, maar het is ze medegedeeld als een voldomme feit.